Paulien van Dongen, welkom op Bright Night hier in Eindhoven. Het thema hier vanavond is Tech Meets Design. Dat is ook de reden waarom je hebt gevraagd. Wat ga jij hier vanavond laten zien? Ik ga onder andere twee van mijn laatste ontwerpen laten zien. Het solar shirt, wat je hier zo ziet. Waarin ik flexibele zonnecellen in kleding heb geïntegreerd. In samenwerking met Hall Center hebben we printed electronics gemaakt. Wat eigenlijk naadloos met de stof samenkomt. En mijn laatste ontwerp, Phototrope. Een hardloopshirt waar licht in zit. Ik werk met LED ribbons, eigenlijk een soort van bandjes. En ik heb ze zo geïntegreerd. Eigenlijk in combinatie met prismatisch folie, zo noem ik het maar, wat het licht op een hele interessante manier breekt. Zodat het niet alleen maar een soort van pixels zijn, want dat heb je met LED, dat effect heb je natuurlijk snel. Op het moment dat ze beweegt, of dat ik als kijker daaromheen beweeg, dan zie ik telkens een soort van subtiele nuances in het licht. En dat maakt het wat mij betreft veel spannender en interessanter om naar te kijken. Ja. Merk je heel erg dat je, heb je zelf een technische achtergrond of zoek je dat ook heel erg op, die technische kennis? Ja, ik heb zelf niet per definitie een technische achtergrond, maar wel een heel sterke interesse naar technologie en wetenschap. En die experimentele benadering heeft altijd al in mijn werk gezeten en ik zoek het dus ook echt heel graag op. Maar ik noem mezelf geen techneut, want daarvoor werk ik juist samen met de technische partijen, want daar vinden die spannende dingen juist plaats. Ik vind het heel interessant om technologie draagbaar te maken, om het ook naar echte wereld, echte mensen te brengen, om te laten zien wat het voor hun kan betekenen, hoe het onze lichaam, de ervaring kan verrijken, de interactie met onze omgeving. Dus kleding wordt eigenlijk dan een interface, zeg maar. En ik zoek ook altijd naar... Kijk, technologie kan enerzijds een beperking zijn, want op het moment dat je een circuit gaat integreren in de stof, dan legt het allerlei beperkingen op de constructie. Maar ik probeer die beperkingen juist om te zetten in nieuwe kansen die esthetisch kunnen zijn. En dat vind ik een heel leuke uitdaging. De batterijen zijn zeker een bottleneck en dat is ook een van de redenen geweest waarom ik ben begonnen met wearable solar, met het integreren van de zonnecellen in kleding. Nog steeds zijn we daar ook daarin afhankelijk van de batterij, want je wil die energie natuurlijk continu kunnen opslaan. Dus het is van heel groot belang dat er zo snel mogelijk een flexibele batterij komt of iets wat richting vezels of garens gaat. Ja. Ja. Er zijn wel wat ontwikkelingen gaande waar ik wel in geloof, maar ik denk wel dat de meeste echt nog wel een aantal jaren gaan duren. Dus we zijn tot dat stadium nog zeker wel afhankelijk van batterijen. Al worden die batterijen die we nu hebben wel steeds kleiner en hebben ze een steeds langere levensduur. Ik krijg ook steeds meer aanvragen van mannen natuurlijk, want niet alleen vrouwen willen die technologie aan. Dus dat vind ik heel erg leuk en ik maak graag die vertaalslag. Ik ben heel erg benieuwd ook hoe mensen daarop gaan reageren. En hetzelfde geldt voor het hardloopshirt. We zijn ook bezig met een mannenshirt, want ik wil die technologie niet alleen exclusief voor vrouwen laten. Ja, het is ontstaan vanuit mijn eigen frustratie eigenlijk. Dus ik was zelf de eerste testcase, eerste user. En het draagt eigenlijk heel comfortabel. Mijn grootste angst was eigenlijk het werken met die folies. Dat is een nieuw materiaal wat normaal gesproken niet echt in kleding gebruikt wordt. En dat te stug zou zijn, maar het draagt eigenlijk heel fijn. We maken nu nog wel wat verbeteringen aan het shirt om het ook produceerbaar te maken. En we hebben al wat feedback van gebruikers gehad, dus ik ben ook veel meer bezig met die ervaring van die drager. Wat eerder in mijn werk minder belangrijk was, want nu die technologie voegt echt iets toe. Die doet iets met jou en met de omgeving, dus dat wordt een belangrijk onderdeel. Ja. Ik hou niet van allemaal losse draadjes en het moet robuust zijn. Mensen moeten het gewoon kunnen gebruiken als elk ander kledingstuk. Laatste vraag. We zijn 50 jaar verder. Of 100, heel ver weg in ieder geval. Verwacht jij dat mensen in die tijd een paar generaties verder terug gaan kijken op onze tijd en dat ze zich bedenken van dat we toen eigenlijk domme kleding droegen? Ja, dat is wel een leuke vraag. Die is me nooit eerder gesteld. Ik denk zeker wel dat mensen zullen afvragen van waarom kon die kleding nog niks? Waarom was het een statische omhulling? En natuurlijk, het heeft al lange tijd natuurlijk functionaliteiten. Ik bedoel, het houdt ons warm. En er zijn allerlei innovaties op materialen geweest door de jaren heen. Nylon bijvoorbeeld, wat uitgevonden werd. Maar ik denk wel dat ze daar op die manier op terugkijken. En misschien ook wel dat het kleding tegen die tijd zichzelf kan vernieuwen. En dat ze terugkijken, dat ze denken, oh, dat ze telkens een nieuw kledingstuk produceerden en dat dan weer weggooiden. En wat een onzin eigenlijk. Hoop ik dat ze dat dan denken. Ja. Ja. Dat zou ook een duurzaamheidsprobleem meteen oplossen. Ja, precies. Hartelijk dank en veel succes nog bij verdere carrière. Dankjewel.